Keertje vrienden en welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het weer een Jordi Tested. Er is een pakketje binnengekomen vanaf AliExpress. En het is, ik heb hem al even de bovenkant opengemaakt, ik heb stiekem al een klein beetje gekeken. Een selfie lamp voor je telefoon. Dus wij gaan deze even testen en kijken of het wel, of het goed is of niet. Ik pak mijn telefoon er even bij, die ben ik vergeten, zie ik. Dat zal je altijd net weer zien. Ik heb mijn telefoon even gepakt, sorry. Ik zie hier een knopje zitten. Die doet dit nog niet, dus we gaan even kijken. Ik krijg hem niet open. We gaan hem openmaken en dan gaan we de batterijen. Ik had al twee batterijtjes klaargezet, ik wist dat die erin gingen. Dat had ik al even opgezocht. is 1. Dat is hebze 2. En dan doen we het klepje er weer op, denk ik. Hier. En dan gaan we het knopje indrukken. Hopsakee. Oh, hij valt eigenlijk in. Ik had eigenlijk gedacht dat hij wat scherper was. Maar we gaan even kijken. Of we een leuke selfie kunnen maken. Ik maak eerst even een selfie. Oh, hey, kijk. Hij kan vellen. Oké, oh, hij kan er zelf vellen. Oh, ik maak eerst even een foto. Zonder lampie. En zo zit hij erop. Ik heb daar een studiolicht staan. Dus ik ga even ergens staan waar niet studiolicht is. Dan kun je echt even zien hoe het is. In het licht zie je nog niet heel veel, dus ik denk dat ik even in de badkamer ga staan waar het donker is. Dan kijken of dat zin heeft. En dan ga ik weer 3 foto's maken met het licht uit. Dan zal je waarschijnlijk niks zien. En dan, 4 foto's eigenlijk, want je hebt 3 standen en 1 stand zonder. Hey, 4 foto's. Ja, we gaan 4 foto's maken. Ik ga even naar de badkamer. Hier zie je dus duidelijk wel het verschil en dat het eigenlijk best wel zin heeft. Maar het is eigenlijk best wel een groot lomp ding. En neem je die als man mee. Weet je, vrouw een handtasje kan je makkelijk indoen. Maar als man, wat moet je ermee? Ik heb er even over na zitten te denken. En ik kwam nog tot een andere conclusie. Ik heb natuurlijk gewoon mijn normale vlogcamera. In het donker kan je natuurlijk niks zien. Maar ik dacht, als je deze lamp nou gewoon op je schermpje zet. Hopsakee. En dan gewoon zo gaat vloggen. Dus dat gaan wij ook even testen. Nou, nu gaan we even over op deze camera. Ik heb nou het lampje nog uit en ik ga eigenlijk nu weer naar de badkamer. Ik kan mezelf wel zien, want er zit een soort cirkeltje. Dus ik kan mezelf wel een beetje zien. Het bedekt niet heel veel. En we gaan naar de badkamer. Ik zal de afzuigkap uit doen, want dat stoort zo. Doen we de deur dicht. En nu zien jullie me eigenlijk niet meer. Maar ik dacht, als ik nou de lamp aandoe. Dit is toch een handige oplossing voor in het donker vloggen. Oh, hier. Nou, alsof ik gewoon de badkamerlamp aandoe. Ik denk, als ik ergens op pad ga, dat ik deze, ringlight is het eigenlijk, selfie camera vlogding, dat ik deze eigenlijk gewoon meeneem. Zodat ik ook 's avonds altijd goed te zien ben in mijn vlogs. Want als je 's avonds vlogt, dan wordt hij natuurlijk wat... wat spikkeliger en dat is natuurlijk niet altijd even mooi. Maar ik denk, als ik nu ga vloggen, dat ik nu dit lampje meeneem. Ik denk dat niet zo'n heel raar idee is. Dus, we gaan weer over naar de grote camera. Jullie zagen het, voor mijn camera werkt het prima. Voor op de telefoon, 's avonds als het donker is, werkt het prima. Dus conclusie, ik geef het een dikke vette 8, want het is echt wel praktisch. Ik heb geen handtasje zoals een vrouw, dus ik kan hem als ik mijn telefoon ergens mee neem, neem ik dit ding natuurlijk niet mee. Maar als ik op pad ga, heb ik altijd wel een tasje bij me. Als ik op pad ga met mijn kleine camera, heb ik eigenlijk altijd wel een tasje bij me, moet ik zeggen. Want daar zit natuurlijk de camera in en daar past deze perfect bij. Dus kan ik hem goed gebruiken voor het vloggen. Dus ik denk dat dit wel super is.
Dus mensen, ik geef het een dikke vette 8. Vond je dit nou ook een leuke video? Vergeet vooral dan niet te abonneren en die blauwe duimpjes omhoog te doen. En mij te volgen op Instagram en op Facebook. Linkjes staan hieronder. Doe dat ook even. Daar kom je eigenlijk alles van tevoren wat er in mijn video's gaat gebeuren eigenlijk al een beetje te weten. Het is vaak ook een beetje achter de schermen. Wat doe ik privé? Dus nou, dat is zeker leuk om te kijken. Aankomende maand, eerste woensdag van de maand, komt er weer een nieuwe gadget uit China. En die ga ik dan weer testen voor jullie. Oké, mensen, abonneer, volg me even overal op. En dan zeg ik voor nu, ik check jullie laters.